fuck mensen, wat moet ik nou doen? De gemeente gaat mijn auto afpakken. De gemeente die wil mijn auto gewoon wegslepen, weghalen, zonder dat ik er wat aan kan doen. Zo, dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Zo, ik ben gewoon nog helemaal kapot van gisteren, want er is gisteren zo ontzettend veel gebeurd. Om dit verhaal te beginnen, want er komt even een leuke story aan. Moet ik even beginnen bij het begin. Waar het allemaal begon. En wat is er aan de hand? Wat ga ik jullie vertellen? Het is hier ontzettend warm, laat me even de deur openzetten. Oké, dames en heren, ik ga jullie vertellen waarom ik zo kapot ben. Wij hebben gisteren een lange dag gehad. Ik kwam uit mijn werk en ik was met Fabienne, zat ik samen in de auto onderweg naar Pernis. Want we eten meestal twee keer in de week in Pernis bij de vader van Fabienne. En toen we naar Pernis heen reden en wij waren, ik denk, 10 minuten van Pernis vandaan, kregen we een telefoontje. Telefoontje van Jasmin, zusje van Fabienne. En die vertelde me dat de gemeente bij hem was langs geweest. Dus ik zeg, hè? De gemeente? Ze zegt, ja, over je auto. Ze zegt, je auto moet weg. Ik zeg, waar heb je het over? Ik zeg, hij staat op eigen terrein. Ze zegt, ja, ik weet ook niet precies hoe het zit. Ze zegt, maar einde van de week moet je rode Micra weg zijn. Anders halen ze hem weg. Dus ik zeg, wat zeg je? Ik zeg, dit kennen ze niet maken. Ik zeg, dit kennen ze niet maken. Het staat op eigen grond. Het staat op oprit, op eigen terrein. En ze willen mijn rode Micra weghalen. Ik zeg, dat ken niet. Dus Jasmin zegt, ja, ik weet er voor de rest ook niks over. Ik zeg, ja, ik snap dat jij voor de rest buiten staat, buiten dit hele gebeuren. Het is gewoon een natuurlijke reactie van me, van, hè, wat, hoe kan dat? Ze zegt, ja, er is net iemand geweest van de gemeente, want er stond gemeente Rotterdam op zijn shirt, op zijn vest, op zijn jas. Ik weet niet precies wat hij aan had. Dus ik zeg tegen haar, ik ga de gemeente wel bellen. Heeft hij iets achtergelaten? Nee, geen nummer, geen gegevens. Ik zeg, dus er is een random persoon met gemeente Rotterdam op zijn jas, shirt, bij jou aangebeld. En die heeft gezegd, luister, die auto die daar staat, die moet binnen een week weg, anders halen wij hem weg. Succes ermee. Ze zegt, ja, dat is het. Ik heb alleen mijn gegevens moeten achterlaten. Dus ja, ik vond het in ieder geval een heel raar verhaal. En ik dacht, luister, dit klopt gewoon niet. Hier gaan we achteraan en hier gaan we gewoon zaak van maken. Want ik laat niet zomaar mijn auto innemen. Ik bedoel, kom op man. Die auto die staat er denk ik nou 2 jaar. Oké, hij staat er inderdaad veel te lang. Maar hij staat op eigen terrein. Een eigen oprit. Alles wat wij met de grond doen, dat moeten wij zelf weten. Dus toen wij in Pernis aankwamen, toen zei ik tegen Fabienne, weet je wat, we gaan nog even een rondje door het dorp rijden. Misschien komen we die persoon wel tegen of iets. Want we hadden geen nummer, we hadden geen informatie, we hadden niks. Rijden wij door het dorp heen, zien we ineens een handhavingauto staan. En ook op de handhavingauto staat gemeente Rotterdam. Dus ik zeg tegen Fabienne, ik zeg, hey, kijk, daar staat de auto van de handhaving. Ik zeg, daar staat ook gemeente Rotterdam. Ik zeg, misschien zijn hun wel langs geweest. Ja, is goed, kom, we gaan kijken. Ja, zat er niemand in de auto? Toen was van, ja, wat gaan we nu doen? Ja, we weten niet hoe lang ze wegblijven. Ik zeg, ja, we wachten wel even en anders gaan we gewoon de gemeente bellen. Dus op een gegeven moment, na 5 minuten wachten, dacht ik, weet je wat, we gaan gewoon de gemeente bellen. Dus wij bellen het landelijke nummer van de gemeente. En we worden in de wacht gezet, En op het moment dat wij aan het wachten zijn tot iemand opneemt, komen er 2 handhavers aangelopen. Een man en een vrouw. Dus ik er meteen op af. En het was gisteren woensdag. En je kan beseffen dat als ik op een woensdag word opgebeld, luister, zondag moet je auto weggaan, anders halen wij je weg. En jij bent vrijdagochtend al in Limburg. Dat jij zoiets zegt, fuck, hoe ga ik dit in 1 dag regelen? Dat je best wel laaiend bent. Dat de gemeente gewoon zegt, luister, jij gaat je auto weghalen, anders halen wij je weg. Je snapt dat je daar best wel boos om kan worden. Dus ik liep naar die handhavers toe. En ik zeg, heren en dames, ik zeg, mag ik jullie even storen? Ik zeg, ik krijg net een belletje van mijn schoonzusje. Die beweert dat de gemeente bij haar is langs geweest net. Om te zeggen dat mijn auto weg moet worden gehaald.
Ik zeg, er staat bij onze auto aan op de oprit. Ik zeg, een rode auto. Ik zeg, die is uit elkaar gehaald. Ik zeg, het is een project. Ik zeg, daar wordt nog het een en ander aan gedaan. Ik zeg, maar nou zegt de gemeente, binnen een week moet die weg, anders halen wij je weg. Ik zeg, dit kun je toch niet maken? Ik zeg, ze hebben niks achtergelaten, geen gegevens. Ze hebben mij niet gebeld, ik ben zelf de eigenaar. Ik zeg, hoe kan dit? Toen zei ze op een gegeven moment van, ja, we weten hiervan, momentje. En toen zei ze, is dit jouw auto? Ik zeg, ja, dat is mijn auto. Nou, ze liet een foto zien van mijn auto. En ze zeiden, dat klopt, een collega van ons die is langs geweest. En ze zegt, ja, ik ga niet over deze zaak, dus ik zal even informeren. Zij heeft een belletje gepleegd. Ik was ondertussen met die andere vent aan het praten. Ik zeg, luister, ik zeg, is het niet een beetje belachelijk? Is het niet een beetje raar dat er wordt aangebeld bij een huis? Ik zeg, een minderjarige, die doet open. Ik zeg, die moet de gegevens achterlaten. Ik zeg, jullie vragen niet wie de eigenaar is. Jullie vragen geen gegevens van de eigenaar. Ik zeg, jullie maken een statement van, luister, zondag is die weg. Anders halen wij hem weg. Ik zeg, er wordt niks besproken of overlegd. Ik zeg, dat is de deadline. Ik zeg, voor hetzelfde geld ben ik op vakantie. Ik zeg, voor een week. Ik zeg, hoe ga ik het dan regelen? Ja, ja, nee, meneer, ik snap dat. En u heeft wel gelijk. Het is ook inderdaad een beetje raar dat het zo wordt gedaan. Maar we gaan hier even achteraan. We gaan even meer informatie opdoen. Dus nou, ik heb even gewacht totdat die vrouw klaar was met het telefoongesprek. En toen heeft die vrouw gezegd, wegens milieudelicten en omdat jullie oprit aansluit op de openbare weg en het dus geen afgesloten eigen terrein is, mag daar geen autovrak staan. Omdat jullie oprit openbaar toegankelijk is, omdat het niet afgesloten is, mag daar geen autovrak staan. Ik zeg ja. Ik zeg oké, okay, dan doe ik er een doek overheen. Ik zeg, dan sluit ik hem af. Ik zeg, en dan? Is dan wel goed? Nee, want ze hebben dit al verder onderzocht. We zijn eergisteren ook al langs geweest bij de oude auto. We zien ook een oliekannetje hebben we eronder zien staan. En ja, kijk, het is dat het niet op de openbare weg staat, maar ook dat mag niet. Dus ik zeg, al hadden alle vloeistoffen eruit geweest. Ik zeg, had het dan wel gemogen? Nee, dan had het alsnog weggemoet. Dus ik zeg, dat kent toch niet? Ik zeg, dat kun je toch niet maken? Dat zeg gewoon van, hup, luister, je hebt een week de tijd. Ik zeg, waarom word ik daar niet geïnformeerd? Waarom word ik daar niet over gebeld? En waarom wordt mij gewoon niet gevraagd? Hey, luister eens, die auto mag daar niet staan. Haal hem binnen een maand weg. Anders halen wij hem weg. Voor mijn part spreek je met mij een datum af. I don't care, zolang ik weet waar ik aan uitga. Maar dit wordt gewoon naar me toe gegooid. Ik word gewoon in diepe gegooid. Bekijk het maar. Ik zeg, dat kan je toch niet maken? Nee meneer, dat snap ik ook. En alleen de reden waarom ze jou niet hebben, met jou geen contact hebben opgenomen, is omdat er geen kentekens op de auto staan. Ik zeg, ja, omdat het op eigen terrein staat. Ik zeg, plus hij staat als export aangebeld, waardoor er geen kentekens meer op hoeven te zitten. En daarna zei ze, en omdat wij het meestal de naaste vertellen, komt het altijd wel bij de eigenaar terecht. Ik zeg, ja, het is je gelukt. Ik zeg, een half uurtje, ik sta voor je neus. Ik zeg, maar waarom kan dit niet gewoon normaal geregeld worden? Ja, dit zijn gewoon de regelingen. Wij gaan hier niet over. Hier gaat de gemeente over. Hier staan wij buitenaf. Nou, dat kan ik ook wel begrijpen. Die mensen doen ook maar gewoon hun werk. Ik ben voor de rest gewoon op zich redelijk kalm gebleven. Ik heb niet lopen schreeuwen. Ik heb niet lopen blerren. Niet onbeleefd geweest. Gewoon zoals ik het nu verteld, is het ook ongeveer gegaan. Ongeveer. Toen zei Fabienne van, ja, maar wat nou als je een garage of schuur hebt of dat het op gesloten terrein staat? Mag dat dan wel? Ze zegt, dan is het geen probleem. Als jullie die auto kunnen verplaatsen naar een garage, een schuur of iets anders, dan is het allemaal geen probleem. En nou, omdat hun er ook niet verder over de zaak gaan, hebben we maar de handen geschud. En zijn we uit elkaar gegaan, om het zo te zeggen. Wij zijn naar huis gegaan en toen dacht ik, fuck mensen, wat moet ik nou doen? De gemeente gaat mijn auto afpakken. De gemeente die wil mijn auto gewoon wegslepen, weghalen, zonder dat ik er wat aan kan doen. Zoals je de auto nu in de staat ziet, er zit geen stuur meer aan. Er zit geen wielen meer aan. Dat ding heeft 2 jaar op 1 plek gestaan. Ik weet niet of het nog holt. Ik weet niet of het nog rijdt. Er zit niks meer, geen kabelboom. Alleen de motor hangt er nog in aan de steunen. Meer is het niet. Het is een chassis dat een aanhanger wordt. Op het moment dat we thuis kwamen, keken we nog even naar last second opinions. Misschien konden we om de regels heen draaien van, hey, luister eens, maar dit is het geval, dus jullie mogen hem niet wegslepen. Maar nadat wij 20 minuten in de wacht hebben gestaan voor de gemeente, en vervolgens nog eens 20 minuten hebben gepraat met de gemeente, heeft de gemeente gezegd, dit is niet onze zaak. Ik weet niet wie hierover gaat en ik weet de reglementen niet van de AVP. Ze heeft het wel voor me opgezocht, maar ze heeft niet alles kunnen vinden. Toen heb ik gevraagd, als ik het informatiepolitienummer belt, kunnen hun me dan verder helpen? Toen hebben ze gezegd, ja, dat kan wel.
Toen heb ik ze opgehangen, hebben de politie gebeld om te vragen hoe het met de regelingen zitten. Of we misschien niet een uitzondering konden vinden of zo. Maar de politie die kon ook niks vinden. Dus de gemeente kon mij niks vertellen. De politie kon mij niks vertellen. En mijn auto die werd zondag opgehaald. Door de gemeente zelf. De politie had wel gezegd, als je nou je oprit afsluit, dan had het wel gemogen. Ik zeg, maar heb je daar geen vergunning voor nodig? Toen zei ze, dat zou kunnen, maar dat moet je bij de gemeente voor zijn, niet bij mij. Dus de gemeente weet het niet. De politie weet het niet. De politie zegt, je kan naar de gemeente toe voor een vergunning. Maar de gemeente is ook degene die mijn auto gaat weghalen. Dan ga je straks een vergunning aanvragen, waar je maandag op antwoord krijgt, terwijl zondag je auto wordt weggehaald. Dus er moest gelijk actie worden ondernomen. En toen was het op een gegeven moment, wat kunnen we doen? We hebben tot zondag de tijd en we zijn alleen die dag, alleen de woensdag zijn wij in Pernis. Wat gaan we doen? Gaan we hem anders door de midden slijpen? Right here, right now. Zodat als ze zondag komen, dat je kan zeggen, nou, de voorkant mag je hebben, de achterkant, dat bewaren wij. Maar ja, dan moest ik een slijptol gaan regelen, een slijpschijf en dat allemaal binnen een paar uurtjes. Plus een auto door de midden slijpen, wat ik nog nooit gedaan heb. Dus dat doe ik liever met iemand die er wat meer ervaring bij heeft. En toen kwam op een gegeven moment Fabienne met het geniale idee van, luister eens, wij hebben nog een schuur staan. Hij zou in de schuur kunnen als we heel de schuur opruimen. En toen begon het bij mij een lampje te branden van, oké, dat is een geniaal idee. Als we hem in de schuur krijgen, is het vrij spel, dan zijn we klaar. Maar nogmaals, er zitten geen banden aan. Er zit geen stuur in. Ik kan hem niet sturen. En we kunnen hem nog niet verrijden, rollen. Ja, en toen moesten we hem de schuur in krijgen. Maar hoe dat is verlopen, dat ga je nu zien. We schakelen over naar Mike in Pernis. Nou, dames en heren, hier zijn we dan in Pernis. We gaan de auto dus verzetten. Jullie hebben dus net de story gehoord. Wat er is gebeurd en wat er moet gaan gebeuren. We staan hier nou bij het wrak. Het tussen haakjes wrak, wat hun het noemen. Voor mij is het gewoon een project. Maar deze moet dus verplaatst worden, zoals je ziet. Hebben we misschien al stiekem een beetje verschoven. Het was te doen, je kon hem gewoon echt optillen. Gewoon. Maar ja, we moeten dus deze zien te verplaatsen. Nou is er een probleem. En zoals jullie hier ook kunnen zien, heb ik geen stuur. Of dashboard of binnenkant. Zitten de banden er ook niet op? Is dat niet echt een heel groot probleem? Nou ja, deels. Maar om deze te kunnen verplaatsen, moeten de banden er wel op. Nou is één band is niet heel goed meer. En dan bedoel ik dat die ook echt leeg is. Want er zit letterlijk een gat in. En deze is nog wel hard. Alleen, ja, zoals hier ook, is het gaan roesten en dat is canvas. Dat is het staal in de band. Maar dit zijn de enige banden die ik hier heb liggen. Ik heb voor de rest helemaal niks liggen om deze te bewegen. Maar hij moet weg. Hij moet. Achter die deur. Achter die deur. Daar moeten we een stukje plek voor maken. Maar we gaan eerst kijken of we deze bewegende kunnen krijgen. Dus ik kan begrijpen dat dit heel lastig sturen is. Heel lastig rijden, rollen. Maar als het goed is, kan ik wel door middel van zo over te slaan en zo, kan ik wel elke keer, zie je, sturen. Maar laten we maar beginnen met de banden opzetten dan. Let's go. Oh ja, en dames en heren, niet vergeten het belangrijkste. Ik heb ook geen gereedschap om dit te doen. Dit zal al het gereedschap van vandaag worden. En die lag bij Fabienne in de auto, in de kofferbak standaard. Ja, en dit. Het ligt in de... Er ligt nog wel wat. Ja, maar daarmee beweeg je geen auto. Ja. Weet je waar ik trouwens ook achter kwam? Moet je komen kijken, ik was helemaal vergeten. Maar hier, kijk, je ziet dat ze los zitten. Oh. Dat maakt niet uit, maar ze zitten vast, toch? Je ziet dat ze los zitten, maar ze zitten vast. Ja, oké. Alleen, dames en heren. Aan deze kant dacht ik, hé, wat zit dat raar. Dit ding zit alleen vast met een schroevendraaier die er doorheen is gestoken. Oh, en dat ding is natuurlijk op de grond gekletterd. Twee keer. Van de bokken af. De eerste keer door je vader. Oh. En de tweede keer door mij. Omdat mijn handrem van mijn Micra niet meer goed werkte, rolde we naar voren zonder dat ik het wist. Boom. Trouwens ook wel benieuwd of je het geluid goed hoort, omdat we nu natuurlijk met telefoon filmen. Oh ja, dat is natuurlijk ook wel een ding. Ja, dus ik...
Ja. Voor die hoogte gaan we. Oké. Hij past er wel bijna onder. Dus ik hoop dat deze ook wel bijna onder past. Net niet, maar hij is lek. Dus als we hem induwen, dus een beetje vormen. Hey. Hey. Oké. Okay. Boutjes. En dat is band 1. Kijk hoe de auto er ook bij staat. Nu even. Zo schuin. Zou dit ook nog dezelfde sleutel zijn als die oude? Jij hebt gewoon dezelfde maat sleutel als mijn auto dus. Nee joh, dus we hebben letterlijk echt dezelfde krik qua micra. Ja. We hebben echt dezelfde krik. En dames en heren, omdat ik deze auto ga rollen en niet ga rijden, hoeven we deze ook maar met 2 bouten vast te zetten. Aangezien er toch geen kant op hoeft. Het hoeft maar 1 meter verzet te worden of 2 meter naar achter en dan... Ja, het hoeft letterlijk alleen die witte poort in. Dus het hoeft alleen zo naar achter gereden te worden. Zo, nou kan deze naar beneden. Zo, kijk die band! Ja, plat op. Oh my god. Ja, maar wat als die van de, die velg van de band afrijdt? Die band van de velg? Dan rij je op velg, maar velg is rond, dus rijdt ook. Ja, ja, daar heb je een punt. En je voorkant mag kapot. Doe maar niet, Juna loopt hier ook. Maar zag je dat? Dat is echt koepelijk, hè? Wat een verrassing. Maar wat nou? Als ik nou dit deed, nu de koplampen erin zet, dan is het toch geen wrak meer? Dus dan mag die er toch wel staan? Nee, want het is niet meer rijbaar. Ja, maar wel verplaatsbaar. Oh ja. Maar kijk, het is net of we hem weer aan het opbouwen zijn, hè? Bijna, schat. Bijna. Maar nou is de grote vraag natuurlijk. Krijgen we hem nu van zijn plek? Kan hij naar voren rijden om vervolgens een draai naar achter te maken? We gaan eerst even dit uit de weg halen. Ja? Ja. Oh. Voor het eerst in 2 jaar van zijn plek. Oh my god. Wil je nog een keer duwen? Mij lukt het niet. Yo. Nou dames en heren, so far hebben we hem van zijn plek gekregen. Dit is, ik denk dat hij hier echt al 2 jaar stil heeft gestaan. Sowieso. In de garage ligt, aan die kant liggen allemaal automaterialen van mij en die kant is allemaal straatmaterialen en andere voorraad van Martin, de vader van Fabienne. En ja, nu moeten we dus hier gaan plek gaan maken. Alleen het voordeel is, omdat mijn auto leeg is, kunnen we alle automaterialen van mij in de auto zetten. Dan hoeven we alleen dat stukje wat hier in de hoek staat ditten. Dat hoeven we op te ruimen en dan in principe hebben we al een doorgang. Het ziet er veel uit, maar het is minder werk omdat er ook een grote bank in staat. En hetgeen wat hier staan zijn banden, 2 stoelen en kratten met spullen. Dus het lijkt veel, maar het is eigenlijk zo gedaan. Dus laten we het maar realiseren dan. Hè? Nou, zoals jullie hier kunnen zien aan de andere kant is dit hetgeen wat er staat. Dus de bank moeten we weghalen. Dat zijn dus alle straatmaterialen van Martin. En daar liggen mijn automaterialen. Dit kan allemaal in de micra. Deze die zetten we buiten neer de bank. Nou ja, en dan is het meestal vrij, waardoor we gewoon de auto zo hier neer kunnen zetten. Dit gaat allemaal langs de zijkant zo verdeeld worden. Nou, nu hebben we alleen de banken pas uit. En moet kijken, nou, nu lijkt het al alsof we op de 11 zijn. En dit, ja, hier zitten, wat is het, 4 stoelen onder. En daar zit een kratje met een paar spullen. Nou, eigenlijk is het niet veel meer dan dat. Dat gaan we straks allemaal even in de micra gooien. Dit gaat langs de zijkant en dan zijn we er al. Zo, we hebben nu alleen even de tuinzetter eruit gehaald zoals ik net zei. We hebben nu alle straatspullen van Martin even aan de kant gezet. En moet je kijken hoeveel ruimte er nu al is.
Nou, nog even die auto kennen er al in. We kunnen hem straks gewoon even naar achteren doen. En dan het moment dat hij hier al vooraan staat en alles wat niet past, dat gooien we er gelijk in. Dan hoeven we het niet twee keer in de handen te hebben. Ja. En dan staat hij. Ja. Tjonge, jongen, ben kapot. Ik ook. Ja, we gaan door en we geven niet op. Nee. En zeker niet als de gemeente hier wil naaien. Dan geef ik sowieso niet op. Oké, zo dames en heren, nu alles is aangeveegd, gaan we beginnen met de auto naar achteren duwen. Zodat, mocht dit eventueel allemaal nog in de weg staan, zetten we dat allemaal in de auto en dan rijden we verder. Maar dan kunnen we in ieder geval beginnen met de auto even bewegen. Ja. En dan zit het hier in ieder geval bijna op. Op zich gaat het nog snel hoor. Ja, daarom. Het lijkt veel, maar dat is niet. Maar kijk, ik heb mijn dashboard er even zo even ingehangen. Wat? Geeft gelijk een andere look, hè? Alsof we hem echt in elkaar gaan bouwen. Ja, echt hè. Nou, alleen nog even gewoon alleen die koplampen erin zo douwen. En dan zeggen gewoon, ja, maar hij rijdt gewoon. Oh, wat een gezeik. Ik ben er echt klaar mee, schat. Nou, ik kan dus blijkbaar niet sturen. Ik had het op zich eigenlijk ergens wel verwacht, maar... En dat zeg je niet tegen mij? Ja, ergens in mijn achterhoofd dacht ik ook... Je hebt geen stuurbekrachtiging. Maar kijk, als ik hem terug doe... Kijk, zie je? Als ik hem nu stuur en ik wil hem overslaan, schiet hij al terug, zie je? Hiermee kan je sturen nu, maar... Zie je, hij schiet gelijk terug. Oh ja. Dus ik kan er niet mee sturen. Dus de enige optie zou nog zijn opkrikken, zodat ik geen weerstand heb en ik hem zo draaien. Ja, nou, let's do that then. Wow, wij kunnen echt snel opruimen samen. Wij zijn echt een dreamteam. Ja, geen grap dames en heren, omdat ik jullie al had verteld, nou dit is eruit, dit is even een beetje opgeschoven. Het is niet veel werk, maar het lijkt veel omdat het helemaal vol staat. Maar het meeste is groot spul, dus als je één ding opgeschoven hebt, dan is het al gelijk heel stuk leeg. Maar ik moet even handschoenen hebben. Ik denk dat we echt 10 minuten erover hebben gedaan om de schuur zo te krijgen. Ja, geen grap, zoiets ja. Nou, dat vind ik toch best snel, aangezien het echt wel een rotzooi was. En nu minder. Met nog steeds dezelfde zooi, maar minder. Dat hier misschien wel mee lukt. Nou, let's try. Ik ga proberen of ik het hiermee kan beetpakken, omdat het aardig groot is. Succes. Hulk, jongen! Hulk! Nou, hij is wel leeg, ik weet het. Het is misschien maar... Ja, wat zal het zijn? Het is 150 kilo als je teelt, maar het is toch weer 150 kilo. Ik doe het je niet na. En dan? Ja. 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 Ja, hij is recht. Hij is recht. Ja. Jongens, dames en heren. Nou moet je dus niet met een platte band draaien. Want zoals je ziet gaat hij nou wel bijna van de... Vellig. Van de vellig. En wat is nu je plan? Een omgooien. Helemaal naar de andere kant. Ik wou dat ik mijn micro ook zo uit kon uitpakken. Nou, nu kunnen we hem toch duwen, want de banden staan nu zo. Nee, hij heeft hem gedraaid. Ja. Dat weet ik. Dat was precies wat ik in mijn hoofd had. Helemaal niet. Kom duwen. Ja, dan. Kom duwen. Oké, man. Maakt niet uit, het is de voorkant. We moeten de achterkant hebben. Je moet echt naar achter, want dat ja. Moet jij de telefoon hebben? Oké, okay, ik zit over zijn auto heen. Oké, okay, ja, hè.
dames en heren, ik ben helemaal kapot. Maar we zijn er. Het is ons gelukt. Hij staat binnen. Kijk eens aan, dames en heren. Gelukkig met alle hulp van Fabienne is het me dan toch gelukt. Maar hoe ik het nou uiteindelijk heb gedaan, is... Ik wist het zelf niet, maar ik kon op zich best wel goed die banden draaien met ontzettend veel kracht. Maar het lukte dus wel. En dat was dus heel efficiënt om de bocht hier zo te maken. Plus het feit dat ik natuurlijk die auto heel stuk aan de achterkant ook kan opschuiven, omdat die helemaal leeg is. Dat wil ook wel een heel groot stuk helpen. Maar zoals jullie zien, we hebben gewoon nog loopruimte hier. En hiervoor is het ook gewoon, hebben we nog genoeg ruimte. Want dit apparaat en deze, die moeten natuurlijk terug. Nou ja, en gelukkig hebben we daar een ruimte genoeg. Maar het belangrijkste is nu eindelijk dat die gewoon weg is, zeg maar. Dus daar kunnen ze gelukkig niet meer nu over klagen. Dat betekent ook dat mijn auto niet wordt weggehaald. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want ondanks dat het een project is dat ik best wel lang heb uitgesteld. En omdat het nou hier ongeveer 2 jaar staat. Nou, zo lang heb ik het dus uitgesteld. Is het nog wel echt een project die ik wil doen. Want als ik deze auto had opgegeven en had gezegd. Oké, is goed. Haal hem maar op. Ik heb toch zo weinig tijd. Had ik er wel echt heel veel spijt van gehad. Want het is uiteindelijk wel echt mijn droom om... een aanhanger van mijn Micra, mijn eerste auto, achter mijn eerste auto te hebben, zeg maar. Dat zou ik gewoon zo kick vinden. En desondanks is deze rode Micra is de tweede auto die ik ooit in mijn leven heb gekocht. En dat is ook een Micra. Dus ja, op zich weet je, het zijn niet zomaar dingen die ik zo snel zou opgeven. En ik denk dat de gemeente dat ook wel wat door heb gehad. Want ik heb met de politie gebeld. Ik heb een half met de gemeente gebeld. En we zijn zelfs door het dorp gegaan. Om de handhaving te zoeken, om die uiteindelijk aan te spreken van hé, wat is nou aan de hand, want dit vind ik niet tof. Maar desondanks is het ons alle twee gewoon gelukkig gelukt. Echt hè? Gelukkig gelukt, dat klinkt zo raar. Hoofdpijn, stress, maar we zijn er. En dan heb je zo'n drukke week en dan komt dit er nog even snel tussendoor. Maar goed, zoals jullie zien, hij staat binnen. Nu die hier binnen staat, gaan we wel echt een datum prikken van... Hey, luister, ik wil dat voor de winter dat hij sowieso weg is. Hij moet sowieso überhaupt door de helft zijn dat de helft weg is. Want ja, ik wil hem hier niet nog 2 jaar laten staan. Dus ja, de volgende stappen worden straks even in gaan plannen... wanneer we de auto door de midden gaan slijpen. En dan gaat dat stuk lekker weg. Het enige wat ik hier nog van ga houden... is de versnellingsbak en de carburateur. De motor, dat maakt niet zoveel uit. Mijn motor is veel beter van mijn eigen Micra. Omdat we die cilinderkoppen hebben gereviseerd. Omdat al 2 keer de koppakking eruit is gegaan. Dus die blok weet ik 100% zeker weten dat het beter is dan dat blok. En met die hebben we echt hard gecrossed. Daar heb ik niet gewacht tot die warm was. Daar heb ik niet gewacht tot die... Dat was altijd gassen. Want het was mijn aftrapautootje. Maar de carburateur is nog wel ontzettend goed. En de versnellingsbak. Dus die moeten we sowieso houden. Omdat voor mijn versnellingsbak van mijn Nissan Micra is ontzettend zeldzaam. Zeker voor de 1,2 liter die ik heb. Want het is gewoon een 5-bak. Voor een auto uit 89. Dus ja, op zich. En ik ben zo blij. Kijk dan. Oh, en dit allemaal. Dit is gewoon de eerste vlog die ik heb gemaakt. Gewoon met een iPhone. Ja. Want we filmen eigenlijk altijd normaal met mijn camera. En dan zit ik zo te vloggen. Maar deze keer doe ik dat met een iPhone. Ja, dat is, het is nieuw voor mij. Maar ik denk dat het misschien daarom ook een heel andere vlog is. Qua uiterlijk en indeling. Want ja, zoals jullie zagen heb ik thuis de intro gemaakt. En hier ben ik gaan vloggen. Dus dat was inderdaad op zich apart. Maar goed, dit komt nu omdat we alleen vandaag hier in Pernis zijn. En alleen vandaag de tijd hadden om... deze auto van zijn plek te krijgen. En zoals jullie zagen had hij niet eens banden. Hij had niet eens banden, maar die hebben er gewoon omgekregen. Het is echt ongelooflijk. Moet je kijken ook even hoe dit band staat, deze band staat. De auto staat recht, maar de band staat echt wel duidelijk naar binnen toe. Hij staat hier goed, camper. En deze band, daar praten we niet eens over. Nou jongens, dit staat ook weer goed. Zodat mijn vader er makkelijk bij kan. En de auto staat er. Oh, ik ben zo blij. Dat betekent gewoon dat ik mijn auto mag houden. Ja. Om het op zekere zin te zeggen. En het is deels fijn voor je vader dat het nou eindelijk weg is. Ja, het is hier niet weg. Weg natuurlijk. Dus nee. Niet voor het aanzicht. Maar dat komt goed. Het komt goed. Dus als het goed is.
We zijn nu in ieder geval de gemeente. In de gemeente wel. Kan die nou gewoon dicht? Ja. We zijn in ieder geval nu van de gemeente af en daar ging het eigenlijk even om. Ja, we hebben de deadline in principe nu gewoon voor onszelf uitgesteld en die voor de gemeente gestopt. Ja. Want geen auto is geen deadline. Zo dan. Nou schat, echt ontzettend bedankt. Echt dikke shout-out naar Fabienne, want haar idee was hey, we kunnen ook een beetje de schuur opruimen, zodat de auto naar binnen kan, zodat je je auto kan houden. En ja, en ze heeft me erbij geholpen en zonder haar was ik waarschijnlijk mijn auto kwijt, want ik had het dan echt niet geweten en waarschijnlijk opgegeven. Ja. Maar dankzij mijn lievelingje is het weer allemaal gered. En dankjewel schat. Alsjeblieft. Dus we schakelen nou even over naar Mike, die thuis zit. En we zijn weer terug. We zijn weer in Krimpen aan de Lek. Het is ons gelukt. We hebben gewonnen. Ik heb de auto nog. Hij staat veilig. En de gemeente die kan me nu niks meer maken. Dus ja, dames en heren. We hebben het gewoon gehaald. Het is gewoon gelukt. En dit allemaal dankzij Fabienne. Ik ben echt zo blij met haar. En ook met de vader. Bedankt voor de ruimte dat hij even daar mogen staan. Maar omdat hij nu daar staat, gaan we er wel pit achter zetten. Gaan we wel een beetje actie erachter zetten. Om van die auto ook echt een aanhanger te maken. En dat hij niet straks weer 2 jaar staat. Oh ja, en misschien ziet de vlog er een beetje raar uit. Maar dat komt omdat de helft nu met deze camera gefilmd is. En alles in penis met de iPhone van Fabienne en mij. Omdat ik de camera niet bij had. Maar we hebben wel alles op beeld gekregen en dat is het belangrijkste. Dus ja, dames en heren, al om en al is het gewoon goed gekomen. En ik ben daar zo blij mee. Het voelt wel echt als een victory toch. Dat je gewoon een beetje gewonnen hebt van de gemeente. Ondanks dat je dat ding verplaatst hebt op je eigen terrein. Maar het idee is er, we hebben het gewoon allemaal in 1 dag gefixt. Allemaal in 2 uurtjes en dat vind ik best wel knap. Het is me uiteindelijk toch gelukt om bandjes te vinden, de auto toch in beweging te krijgen en toch in die schuur te krijgen. Dus ja, het is ook wel iets om trots op te zijn. En ik hoop dat ik ook voor de rest nooit meer met gemeente of handhaving te maken hoef te hebben. Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie het een interessante vlog vonden. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik in ieder geval wel. En hopelijk zie ik jullie weer volgende week bij een gloednieuwe video. Abonneer, like, deel, subscribe. Doe wat je wil. Take it easy. En tot de volgende keer. Doei doei!